guys, Marco hier en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe tutorial hier op TechTime. Ik zit op dit moment even op een andere locatie dan op mijn kamer, want in mijn kamer is het nu gewoon wopping warm. En het is buiten ook echt niet normaal hoe warm het is. Dus ik zit nu gewoon even hier in een andere kamer en ik had de vorige keer het volgende gezegd. Virus verwijderd laat ik jullie volgende week zien in de volgende tutorial, want dat is even een verhaal apart. En dat gaan we nu ook zeker doen. Ik heb heel veel virussen geprobeerd te verzamelen. En het was toch echt lastige dank eigenlijk dag. Ik vraag me nog steeds af hoe jullie gewoon virussen zomaar kunnen downloaden. Ik heb alle sites bezocht die ik maar wou. Ik heb gewoon alles erop gepleurd wat ik maar kon vinden. Maar het valt gewoon echt heel erg tegen om zulke virussen gewoon te vinden. Maar dat doet er niet toe. Het gaat er gewoon om dat ik jullie ga uitleggen hoe je zo'n virus gaat verwijderen. Mocht je dus een virus op de computer hebben, dan kan je onder andere merken aan hele trage responstijd. Een of andere pop-ups die zomaar random verschijnen. Of dat je zelfs op de non-profit websites, zoals bijvoorbeeld Wikipedia, dat daar advertenties op staan. 9 van de 10 keer komt dat door een virus. En ik ga je vandaag laten zien hoe je dat oplost. Wij gaan nu naar onze webbrowser toe. Ik pak in dit geval toch maar even liever Google Chrome. Hier, kijk, Yahoo. Volgens mij wordt Yahoo niet meegeleefd met Google. Dus ik ga nu gewoon lekker naar Google. En ik typ dat expres hier in de balk. Want als ik nu gewoon in Google mijn zoekopdracht stuur, dan stuurt dat via Yahoo en dat wil ik niet. Yahoo is niks mis mee trouwens. Het is een hele goede zoekmachine. Alleen het is niet zo populair. Dan gaan we nu op zoek naar het eerste programma en dat heet ADW Cleaner. ADW Cleaner is een heel erg simpel programma dat heel snel al jouw bestanden kan gaan scannen op wat er eventueel aanwezig is. Dit is voor mij meestal de eerste stap die ik dan ga doen als ik een pc tegenkom die geïnfecteerd is of waar een of meuk op staat. Heb ik nou serieus op vertalen geklikt? Ja, ik heb op vertalen geklikt. Dat was misschien niet handig. Nou, ik klik even in ieder geval op klik hier en ik zie dat hij hier al 2 keer is uitgevoerd. Klik er even op. Ik zit momenteel even op een notebook, dus ik pas op mijn desktop. Klik even op ja. En daar ga ik mee akkoord. ADW Cleaner is gewoon helemaal safe. Een link staat hieronder in de beschrijving. En dat kan misschien van pas komen als jij een pc hebt die geïnfecteerd is. Gewoon heel simpel. Je drukt hier op de knop scannen. En dan gaat hij ondertussen alles scannen wat hij maar kan vinden. En het is dan dit venster. Er staat erboven wacht op actie. Deselecteer alle items die je wilt behouden. Nee, we willen gewoon niks behouden van wat ik hier sta. Search Protect Service. Nope, kan weg. Orbiter. Kan ook weg, SPBD, kan ook weg in het Speed Tracker Service. Ja, dat is een tool die ik erop heb geïnstalleerd. Die gaat ook weg. En al deze mappen. Allemaal weg. En dit mag ook allemaal weg, allemaal weg, allemaal weg. Dit moet zeker ook allemaal weg. Gewoon lekker alles verwijderen wat je maar tegenkomt. Dus dan klik ik hier op verwijderen. We drukken op oké. Okay. En dan gaat hij niet verwijderen. Had er wel rekening mee als ADW Cleaner gebruikt. Aan het einde moet je je PC opnieuw opstarten. Je kan niet wachten. Nee, je moet er gewoon het beste gelijk instant opnieuw gaan opstarten. Mocht je dit tot en toe al een interessante tutorial vinden, laat dan vooral alvast een like achter. En laat ook even een reactie achter met wat voor tutorial jij de volgende keer wil zien. Oftewel, ik wil jou gewoon helpen met jouw PC-problemen en met jouw PC-issues. En dat wil ik gewoon doen door middel van tutorials. Maar als jullie aan mij niet vertellen wat jullie willen gaan zien, ja, daar kan ik jullie ook niet mee helpen. In ieder geval, Windows 7 is nu weer opnieuw opgestart. En dan zien we hier gewoon weer het welkom schermpje. Met een ronddraaiend rondje ervoor. Iedereen kent dit natuurlijk wel. Zelfs op de Vista heb je dat ook. En voilà, je krijgt gelijk het logbestand te zien van wat er allemaal gevonden is. En dat is redelijk wat. Alleen, ik ben nog niet tevreden. Er mag wel wat meer verwijderd worden van mij. Want ik zie hier nog Free PDF to Word, AVG PC Tune-up. Dat kan je gewoon heel simpel doen met de standaard verwijderingstool van Windows. Dan vink je gewoon letterlijk de programma's af die je niet meer wil hebben op jouw PC. En als dat gedaan is, gaan we daarna nog een extra scan doen. Dus wat we nu in ieder geval gaan doen, we gaan naar computer. Als dit... Hij is niet al te snel en dat vind ik echt een beetje jammer. Programma verwijderen of wijzigen. En dan verwijder je gewoon alles wat je tegenkomt. En terwijl hij ondertussen daarmee bezig is, staat in Google Chrome. Ja. Gaan we naar google.nl. En dan gaan wij op zoek naar, ja, je kan het eigenlijk al raden. Een programma dat vrijwel iedereen gebruikt. Malwarebytes. Malwarebytes gebruik ik altijd als een van de laatste scans om te verifiëren dat ook de juiste bestanden zijn weggehaald. Want het heeft natuurlijk geen nut om een scan van 3 uur te laten starten, terwijl het programma van het kan doen in 10 seconden. Maar Malwarebytes is echt de grondige schoonmaker, noem ik het ook wel.
Dan zoek je hier gewoon heel simpel naar Malwarebytes. Link staat hieronder in de beschrijving. Klikken we aan en dan gaan we naar Free Version Download. En dan zien wij dit hele mooie venster waar we eigenlijk niet zo heel veel mee doen. En dan klikken we hier. Oh wacht, your download will begin shortly. If it does not, please click the Download Now button below. En hij is klaar. Dus die ga ik hem gewoon heel simpel installeren. Het spreekt allemaal voor zich. Zodat ik natuurlijk wel toestemming ga hier op volgende. Ik accepteer. Klik op volgende. Ik klik weer op volgende. Ik klik weer op volgende. En klik weer op volgende. En klik weer op volgende. En klik op installeren. En dan wordt hij geïnstalleerd. Terwijl je hier ondertussen aan het installeren is, ga ik ondertussen even kijken naar wat voor meer rotzooi ik erop heb staan. Maar ik zie hier AVGPC TuneUp. En die verwijder je dan. En dan ben ik eigenlijk van de meeste troep eigenlijk al af. Het kan ook nog zijn dat er nog sporen achterwege blijven. En door middel van die malwarebytes ga ik dat verwijderen. Even heel simpel gezegd. Virussen verwijderen, het is even wat werk. Je bent altijd wel eventjes ermee bezig, afhankelijk van de snelheid en de ernst van de situatie. Niet alle PC's vinden het leuk als je even heel snel je virus wil gaan verwijderen. Want het kan wel zijn dat je een PC hebt van 10 jaar geleden, dat gewoon simpelweg niet werkt. In ieder geval, daar gaan we hier gewoon lekker mee verder. Ik heb hier nu op dit moment Malwarebytes Anti-Malware Home geïnstalleerd. Dat is gewoon lekker de basisversie. Ik klik nu gewoon op scan nu en dan gaat het gewoon lekker jouw systeem scannen naar wat er allemaal is. Anyway, als je dit eenmaal gedaan hebt, dan herstart je PC nog een keer en dan voer je nog een scan uit. En als je dan niks gevonden hebt, dan ben je eigenlijk zo goed als klaar. Behalve, je moet nog één dingetje nog extra doen. Je moet op zoek gaan naar gewoon een goede antivirusbeveiliging. Want je hebt dus een infectie gehad op je PC. En dan is het altijd het handigste als je gewoon je antivirus gewoon op orde hebt. Je kan eigenlijk niet zo snel een virus krijgen, maar als je dan toch een virus krijgt in dit geval, dan heb je toch echt goed fout gedaan. Kijk wel trouwens uit met welk antiviruspakket je downloadt, want niet alles zien er even goed uit dan dat het lijkt. Want sommige die zijn toch een verborgen virus. Mocht het nou zo zijn dat je je PC niet eens kan opstarten zonder gelijk al de virus te hebben, dan moet je even op zoek gaan naar een ander systeem. Want dan heeft het gewoon puur te maken dat je gewoon midden in jouw bootproces al staat zit, of meer in je opstartproces. En dan kom je gewoon niet ver. Je kan natuurlijk nog in je veilige modus aan de slag gaan. En ik zie nu hier ineens in het Explorer openen. Die staat gewoon lekker af, want dat moet beginnen in een flikker. Maar dan moet je even op zoek gaan naar een bootable antivirus scanner. En die zijn er genoeg. Je hebt die van Bitdefender, je hebt die van AVG volgens mij, je hebt die van Kaspersky. Je hebt er zoveel. Ja. En ik zie op dit moment, hij heeft 20 gedetecteerde objecten op dit moment. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja hoor. Heel veel. Potential unwanted programs. Dat zijn dus gewoon de ongewenste programma's. Niet zozeer gelijk de virus, maar wel de bron zelf. In ieder geval, ik wil het hierbij gaan houden bij deze tutorial. In deze tutorial heb je uitgelegd hoe je de meeste virussen, of beter gezegd, ja, zo goed als alle virussen van je computer kan verwijderen. Heb je er wat aan gehad? Laat dan vooral een like achter, want daarmee steun je mij ontzettend enorm. Laten we proberen voor deze video de 25 likes te gaan halen. Dat zou super episch zijn. En als je meer van zulke video's wil zien, klik dan hieronder op de abonneerknop. En dan zeg ik jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En heel graag tot vrijdag bij het eerstvolgende koopadvies. Ik zeg tot ziens.